Tegenwoordig is het Black Friday trouwens ook een week lang en niet alleen op Black Friday zelf. Dus ja, dat vind ik wel een beetje knullig altijd. Dus het is altijd net de vraag van, moet je nou wachten tot daadwerkelijk 26 november? Of is dit nu, deze deal, echt daadwerkelijk de beste deal die je kan hebben? En waarschijnlijk zal het niet beter dan dit gaan. Dus ik neem aan dat de pre-Black Friday deals ook best goed zijn. Tenminste, zover ik bijgesprokkeld heb, zijn het best leuke deals. Dus ik denk zeker, als je het ziet en je bent geïnteresseerd, zou ik het meteen halen. Alle linkjes van alle producten staan in de beschrijving hier beneden. Het is een affiliate link, dus ik krijg een kleine commissie zonder dat het jou benadeelt natuurlijk met de prijzen. Dus dat is hartstikke top. Ja, laten we niet te veel praten en gaan we gewoon lekker bekijken wat voor deals ik bij elkaar gesprokkeld heb voor deze video. En waarschijnlijk maak ik toch extra video's van allerlei leuke deals nog in de toekomst. Dus over een paar dagen misschien nog een video en over een paar dagen nog eentje. En op de dag zelf ook en voor Cyber Monday misschien ook wel. Maar dan moet ik nog even zien hoe ik dat doe. Maar ja, ik heb wat bij elkaar gesprokkeld. Laten we even kijken wat we allemaal hebben. Ik zal even mijn editing skills live verkleinen. Dus als eerst hebben wij dus de Ryzen 7 5800X voor maar €300. Dit is normaal de prijs die je betaalt voor Ryzen 5 5600X, de 6-core versie hiervan. Dus deze prijs is fantastisch. Best wel, ja, ik vind het fantastisch. Het is een mooie prijs, €300. Normaal zijn ze letterlijk echt dit bedrag, €400 waren ze dus normaal. Dus je hebt een hartstikke leuke deal. En natuurlijk voor je mooie 5800X heb je ook een leuk moederbord nodig. Nou, toevallig heb je hier een mooi budget moederbord beschikbaar. Dus de B55 Elite V2 van Gigabyte Aorus. Het is eigenlijk Aorus, maar Aorus en Gigabyte zijn hetzelfde, dus vandaar. En deze gebruik ik zelf ook. En dat is hartstikke fantastische toetsenbord, moederbord. Je hebt 128 GB kan je erin zetten. Je kan de Ryzen 3000 series eventueel er ook in zetten, mocht je die hebben. En je wil alleen een moederbord eerst even upgraden, dan kan dat. Het ondersteunt natuurlijk ook de 5000 serie, zoals ik nu heb. Je kan 128 GB RAM kan je erin knikkeren. Je hebt 4 slots voor je geheugen, zoals je kunt zien. 1, 2, 3, 4. Of, en je hebt hier ook ruimte voor een M.2 SSD. En hier heb je nog een aansluiting. Je krijgt 1 heatsink gratis, de andere is zonder een heatsink. En natuurlijk wil je misschien hier juist tegelijkertijd een hartstikke mooie SSD bij halen. Nou, heb ik eigenlijk een leuk nieuwtje voor jou. Want ze hebben ook daadwerkelijk SSD's in aanbieding voor een best wel lekkere prijs. Ik zal deze even wegklikken. En dat is, oh, ik zal hem even bijpakken. Deze, echt. Deze prijs kan je niet verslaan. €69 voor een Samsung 980 M.2 NVMe 1 terabyte SSD. €69, dat is echt gewoon een prikkie. En dan denk je vast, dit heeft waarschijnlijk dan een slome QLC geheugen. Nee, het heeft TLC. Hij laat het hier helaas nergens volgens mij op pagina zien. Nee. Dus de beschrijving is niet fantastisch, maar vertrouw me, dit is TLC. Oftewel, je hebt het snellere geheugen, dus niet dat je bijvoorbeeld 500 GB vol hebt, de helft, en dan opeens gaat hij langzamer dan een harde schijf gedragen. Dat heb je hier allemaal niet mee, het gedraagt zich hartstikke mooi en supergoeie SSD voor de prijs, echt waar. Kan niet verkeerd hiermee gaan. Maar zeg je, ik heb het niet zo met de standaard SSD's te doen, dan kun je ook zeggen, ik wil een wat luxere versie. Dus dan hebben we deze. De Samsung 980 Pro M.2 NVMe 1 terabyte SSD. Deze kost €129. Waar je eigenlijk normaal deze voor haalt. En dat is eigenlijk een hartstikke mooie keuze. Het is PCI Gen 4. En heeft leessnelheden tot 7000 MB per seconde. Dus je zou deze eventueel ook nog kunnen installeren in je PlayStation 5. Dus al in al, hartstikke mooi spul wat je krijgt voor je geld. Echt waar. En dan klikken we deze even weg en dan gaan we naar de volgende. En dat is de Gigabyte Aorus. Ook een PCIe Gen 4 SSD. 2 terabyte, mijn liefst. En dat is voor €219. Oftewel ook een leuke SSD voor je PlayStation 5. Of gewoon je PC natuurlijk, als je supersnel laadtijden wilt. Dan is dit echt hartstikke keurig. Ook TLC. En ja, mooi spul is dit. Echt waar. Je kan hier niet mee verkeerd. Je moet wel even opletten. Dit ding heeft geen heatsink erop. Of tenminste, ja, het heeft dit kleine plaatje. Maar misschien is het leuker om een aftermarket heatsink hier nog op te installeren. Voor betere koeling voor in jouw PlayStation. En je PC zal natuurlijk wat meer meevallen. Omdat je natuurlijk al een beetje airflow hebt door de kast heen. Maar een PlayStation is het natuurlijk
op een plek waar niet lucht doorheen komt. Dus het is misschien raadzaam om daar wel eventjes een heatsink apart nog voor te halen. Maar voor de rest, hartstikke mooi dinkie. Dan gaan we over naar de Razer Kayo webcam. Op Alternate is hij voor €65 beschikbaar. En het is een prima webcam. Dat absoluut. Je kan 1080p 30fps of je kan 720p 60fps. Het is niet je meest fantastische wow kwaliteit ooit natuurlijk, wat je met een DSLR camera hebt. Maar voor streamen en voor teams en wat dan ook is voor €65 dit best wel een leuke webcam. Het heeft ook verlichting erin. Dus mocht je net in het duister zitten thuis en de camera pakt niet zo lekker op, dan doe je de verlichting aan op dit dingetje. En dan moet je wel wat betere kwaliteit hebben dan dat je het niet hebt, de verlichting. Dus over het algemeen best wel een nette webcam. En dan hebben wij hier een monitor. Ja, ja. Dit is de Gigabyte G27Q. 27 inch monitor. 144 Hz, zoals je ziet. Hij heeft twee USB 3.2 aansluitingen van 5 GB per seconde. Dus als je extra aansluitingen nodig hebt, heb je dat ook. 144 Hz is natuurlijk fantastisch, maar de vraag af, wat voor paneel is het? Nou, het is een IPS paneel en een QHD scherm. Oftewel 1440p kwaliteit, mooi scherp. En dat heb ik zelf ook. QHD en het is prachtig op 27 inch. Zeker een mooi schermpje, zeker voor dit bedragje. Ik weet nog wel dat ik mijn scherm voor €700 had gekocht. Nu heb je ze tegenwoordig voor €259. Help mij. Je hebt wel alleen AMD FreeSync. Dus als je G-Sync wil, dan heeft dit helaas dat niet. Maar als je AMD videokaart hebt, dan maakt het niet uit. En dan is dit gewoon dikke prima. Dus hartstikke leuk schermpje. En helderheid van 350 nits. Dus dat is ook helder genoeg voor natuurlijk thuisgebruik. Dus hartstikke mooi schermpje. Dan hebben wij nog een andere monitor. En laten we even heel goed even mijn rekening houden. Ik heb deze monitoren niet getest. Ik kijk puur naar de specificaties en de prijs. En beoordeel daarop van of het nog goed is. Ook natuurlijk helpt het erbij dat er veel reviews zijn die positief zijn. Dus dan kun je ook wel een beetje nagaan dat het op zich best wel een leuk dingetje is. Maar ditmaal hebben we dus de MSI Optics G24C4 Full HD Curved Gaming Monitor. 144 Hz. En hij is 1500R curved. Dus als je curved mooi vindt en je wil toch een stap maken naar een beetje goed PC gamen, dan is dit zeker een leuke monitor om bij te hebben. 24 inch, Full HD schermpje. Het is wel een VA paneel, oftewel de contrasten zijn hartstikke goed. Het is wel een mooie zwarte kleur, maar de kleuren zijn wel wat fletser dan natuurlijk IPS. Maar goede response times en dat soort dingen heb je hier ook wel weer mee. Reactie van 1ms, 144 Hz, FreeSync heb je ook. Dus dat is allemaal dikke prima. En natuurlijk heb je geen G-Sync. Dus dat is misschien wel een dingetje als je een Nvidia videokaart hebt. Maar je hebt wel FreeSync, dus dat is nice. Ja, dat. En €150 is zeker niet duur. Dus zeker een goede deal. Voor zo'n bedrag kocht ik vroeger gewoon een simpele 1080p 60 Hz paneel. En dit zie je dan en dan denk je van, tijden zijn opeens weer goed geworden. Je hebt niet in hoogte verstelbaar, vaste hoogte. Dus ik raad je eigenlijk aan om de VESA mount hiervoor te gebruiken als je natuurlijk in hoogte wil veranderen. Dus gewoon even een arm halen en daarop bevestigen. Dan heb je dan denk ik wel een hele leuke ervaring. En dan gaan we over naar laptops. Ditmaal hebben wij de Acer Nitro 5 Riddle the Deedle gaming laptop. 15.6 inch, 120 Hz scherm. Voor €739. En je weet natuurlijk dat laptops best wel moeilijk te verkrijgen zijn met een goede videokaart voor een mooi prijsje. En deze levert dat op zich ook best wel voor een mooi budget. Dus je hebt als eerst Full HD scherm, dus gewoon 1080p. Een i5 processor heb je dan wel weer. En dit is een 4-core processor. Is nog steeds prima voor gamen hoor, daar niet van. Maar voor productiewerk zou je misschien net wel even een stapje hoger willen gaan dan dat. Maar voor gamen hartstikke prima. 16 GB geheugen, wat ook mooi is. Je hebt twee slots en die zijn beide in gebruik. Dus je hebt ook een mooie dual channel als het goed is. Dus ja, dikke prima. 1650 heb je erin. Is een mooie
mid-range videokaartje voor je laptop. Dus simpele games zoals CSGO, Rocket League en dat soort dingen zul je ook gewoon prima kunnen spelen. Als je bijvoorbeeld de laatste games zoals Call of Duty of Battlefield wil spelen, zal het waarschijnlijk ook wel lukken. Alleen zul je wel je settings even wat lager moeten zetten. Maar CSGO en Valorant en dat soort games, dat doet gewoon hartstikke prima. Je hebt 120 hertz scherm, dus alles is lekker vloeiend. IPS ook zelfs, dus dat is helemaal mooi. Ik kan niet zo snel zien wat de nits is van het scherm. Dus dat zou je nog wel even moeten uitzoeken. Misschien hoe helder de schermen kunnen worden. Maar zoals het nu uitziet qua specificaties voor de prijs. Leuk gaming laptopje, zeker wel. En dan gaan we over naar een andere gaming laptop die ik zag. En dit is een goedkopere gaming laptop dan de Acer hiervoor. Alleen heeft het natuurlijk wel weer wat andere dingetjes wat minder is. Laten we erin duiken. Dus dit is een 15.6 inch laptop. Heeft een AMD Ryzen 5 processor en een GTX 1650. Net zoals de vorige laptop. Behalve de Ryzen processor, die had hij niet. De Ryzen 5 processor. Waarom deze eigenlijk koos was... hij heeft een 6 core processor. Dus als je meer een productie... laptop wil hebben die wat schappelijker is aan de prijs, dan is dit misschien wel een leuke laptop om naar te kijken. Voor gamen, ja, zoals ik zei, midrange, Rocket League, CSGO, zal hartstikke prima op doen. Je hebt wel een 60 hertz scherm, wel IPS though, wat natuurlijk niet het lekker het soepelste is, maar als je toch niet de hoge refresh rates bent gewend, dan is dit gewoon meer dan voldoende. Het enige ding wel is, hij heeft 8 GB werkgeheugen. Wat niet gigantisch is. En 512 GB SSD is op zich prima. Mooi M.2 SSD'tje. Dus ik denk dat dat op zich best wel goed zal moeten zijn. Alleen ja, die 8 GB werkgeheugen moeten we even kijken hoe het zit. 8 GB, max intern. Ja, het is uitbreidbaar. Dus je kan het uitbreiden eventueel als je dat zou willen. Dan denk ik dat je voor een geheugensticky misschien... 8 GB, €40 misschien kwijt bent. Misschien zelfs minder. Dus in al is het op zich best wel een leuke laptop om even naar te kijken. Ja, en om te gamen natuurlijk. En dan gaan we naar de volgende. De SteelSeries Arctis 3 gaming headset. Dit is gewoon een bedraden gaming headset. Dus niet met een... niet draadloos natuurlijk. €50. 50% korting. Hartstikke mooie deal. Mijn vriendin heeft de Arctis 1. En qua kwaliteit is die al goed. Dus ik denk dat de Arctis 3 niet veel slechter... Het zal niet slechter wezen. Ik bedoel, dat is een volgende generatie. Of tenminste een hogere tier koptelefoon. Dus ik denk dat de Arctis 3 voor €50 een aanstekend mooie deal is. En zeker wel het waard is om even naar te kijken. Het is gewoon mooi over de koptelefoon. Als het goed is zijn de padding. Een beetje hetzelfde denk ik als de Arctis 1. Het is gewoon lekker zacht. Je hoort wel wat meer van je omgeving. Dus niet heel... noise cancelling, maar het is zeker een leuke koptelefoon om even te checken. En haak te zijn was bij de microfoon ook best wel keurig, dus ik denk dat deze ook wel netjes is met de microfoon. En dan hebben we de Razer Barracuda X. Deze heb ik zelf wel echt getest en het beviel me op zich best wel aardig. Het is best wel een leuke gaming headset. Het ding is wel, je hebt alleen een USB dongle waar je dus draadloos mee verbindt. Dus je hebt niet Bluetooth. Maar daarbuiten, geluidskwaliteit is best wel goed. Alleen de microfoon is dan net wat matig. Maar voor de rest is het een hartstikke leuke gaming headset. En zeker voor €70 heb je al gewoon een leuke draadloze gaming headset. Dus ja, zeker aanrader. Ik heb er wel een reviewtje. Dan staat hier rechtsbovenin. Komt wel een pop-upje. Kun je bijvoorbeeld kijken en bepalen of het misschien wat voor jou is. Maar zeker een leuke deal. En dan gaan we over op de Razer Huntsman Tournament Edition. Dus met de lineaire optische switch. En optische switches zijn normaaliter eigenlijk best wel duur. Maar deze voor €80, zeker een leuk prijsje. TKL, dus je hebt natuurlijk niet je numpad. Dus als je een numpad wilt, dan is dit misschien niet de geschikte voor jou. Maar... ja, voor zijn prijs zeker een leuke optie. Ik heb het niet getest natuurlijk, dus ik weet niet hoe ze precies zijn. Maar zover ik het vaak een beetje rond me zie, dan is het best wel een leuk toetsenbordje. Oké, trouwens de kabel gewoon eruit pluggen. Wil je een andere kabel in doen, dan kun je dat zo erin doen. Je hebt de RGB en je hebt ook nog PBT keycaps. Dus super goede kwalitatieve keycaps heb je ook. Nice!
En dan hebben wij de Razer Deadadder V2 muis. Deze heb ik persoonlijk ook gewoon gebruikt. Ik had hem toen de tijd volgens mij voor 60 euro gekocht. Dus de 80 euro wat hier staat is niet geheel waar. Maar zeker een mooie muis voor zijn prijs. Voor 45 euro heb je best wel een goede gaming muis. En dan hebben we een toetsenbord. Een Sharkoons Killer SGK30 gaming toetsenbord met rode lineaire switches. Dat zijn de Huana switches, niet Cherry MX. Mocht je dat net willen, dan is dit natuurlijk niet het toetsenbord. Maar voor 30 euro heb je een toetsenbord die 50 miljoen toetsaanslagen kan. Je hebt geen verwijderbare kabel als ik het zo goed kijk. Dus dat heb je dan niet. Maar ja, voor 30 euro heb je een hele leuke toetsenbord. Je hebt anti-ghosting en key rollover. Dus je kan meerdere toetsen tegelijkertijd intikken. Je hebt ook RGB verlichting. Waarbij ik me afvraag hoe dat een beetje zit. Want ik denk dat het de zones is. Ze beschrijven het niet echt. Op zich, als je toch één kleur gebruikt, is dit zeker wel een leuk toetsenbordje om even naar te kijken. En een leuk toetsenbordje om even in te stappen met mechanische toetsenborden, zeker. En dan hebben we de Sennheiser HD 599 koptelefoon. Hartstikke mooie koptelefoon. Ik heb zoveel mensen hierover gehoord die zo tevreden hiermee waren. Dat de kwaliteit gewoon superb is. En ja, het is gewoon een hele goede koptelefoon voor 90 euro. En ik denk zeker dat het niet verkeerd is. Normaal zag ik ze altijd voor ongeveer 120 tot 130 euro. Dus ja, een beetje zoals dit inderdaad. En denk ik dat je hier ook niet verkeerd mee kan gaan. Het is een leuke koptelefoon. Ook heeft het trouwens volgens mij open. Ja, het is een open koptelefoon. Dus de open back. Dus je hoort heel goed je omgeving. Wat ik persoonlijk fantastisch vind. Want dan hoor ik mezelf tenminste praten. En dan schreeuw ik tenminste niet als ik game. En hoor ik tenminste als iemand aanbelt. Dus allemaal een hartstikke leuke deal. Een hartstikke leuke koptelefoon. Zeker het moeite waard om even naar te kijken. Dan gaan we naar de volgende. We hebben de MSI Optics G273QFK QHD IPS Gaming Monitor 165 Hz 27 inch. Het is echt een bag vol, maar ik heb het eruit gekregen. Ja, zoals je ziet 27 inch QHD resolutie IPS. En 165 hertz. Hartstikke mooi voor de prijs. 279 euro. En als dit het geloof, heb je G-Sync. Dus als je een videokaart hebt, je kan deze prijs gewoon niet verslaan. Het is fantastisch. Natuurlijk heb je niet een hoogteverstelbare monitor. Maar hopelijk kan je trouwens wel een VESA mount hierop doen. VESA 100 mm bevestigbaar. Dus je kan deze gewoon aan een beugel bevestigen. En dan hoef je in principe ook niet een monitor natuurlijk te hebben die in hoogte verstelbaar is. Want dat doet de beugel zelf. Dus zeker een leuk scherm om te hebben. Goede ratings. Dus ik geloof ook wel dat het een goed scherm is. Dan hebben we de LG 27GN850 Ultra Gear monitor. Dit is net zoals. Ja, eigenlijk is dit een beetje hetzelfde als de MSI monitor. Maar als je niet zo fan bent van MSI, dan heb je natuurlijk de LG versie. 309 euro, dus ietsje duurder dan de MSI. Maar je hebt ook QHD, 144 Hz, IPS heb je. En hij is ook nog in hoogte verstelbaar. Dus als je geen beugel hebt, is dit misschien nog wel een leukere optie daarvoor. Ja, voor de rest heb je ook natuurlijk USB 3.0 kabel. Dus je kan ook nog... hoeveel USB heb je? Hoeveel USB poorten hebben we hier? USB hub. Ja, je hebt een USB hub. Aantal USB poorten, geen. Bedankt voor deze informatie. Dankjewel. Dat is heel waardevol, bol.com. Gadverdari. Je hebt ook HDR10. 350 nits. Zoals eigenlijk is bijna elk scherm wel. Dus ja, keurig schermpje. Zeker, zeker. Beschikt niet over een USB-hub. Wacht even. Ga je me serieus nu vertellen dat ze zeggen... Ja, we hebben een Bol.com, waarom doe je dit? Maar ja, geen USB-hub, dus dat heb je dan niet. Maar ja, weet je, zelf gebruik ik het sowieso niet. Maar het ziet eruit als een leuk schermpje om te gebruiken voor het gamen. En ook G-Sync heeft hij trouwens ook, als ik dat hier zo zie. Nvidia G-Sync, en als we hier naar beneden gaan, G-Sync. Ja, weet je, hoe vaak moeten we geloven de specificatie van Bol.com? Want ze zeggen ook dat ze een USB-hub hebben.
Ze laten niks weten over G-Sync. Maar ik verneem aan als het hierop laten zien dat het ook gewoon G-Sync heeft. Dus hartstikke leuke monitor ook. En dat was het ook wel. Dat was even het lijstje voor vandaag. Dus alle links natuurlijk van alle producten staan in de beschrijving. Ik krijg een kleine commissie voor. Het kost jou natuurlijk helemaal niks. Dus als je het koopt, dan krijg ik een leuke commissie. Dankjewel daarvoor. Als je nog vragen hebt of opmerkingen van het is niet meer beschikbaar of de prijs is inmiddels al veranderd, laat even weten in de reacties hier beneden, want dan kan ik het even in deze video aanpassen. En binnenkort nieuwe deals ga ik natuurlijk weer posten, dus stay tuned voor dat. En bedankt voor het kijken en ik zie je weer terug in de volgende. Tot ziens.